De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond ingestemd met een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen van in totaal 9 miljoen euro. De OCB gaat met 5% omhoog, subsidies voor jeugdleden om te sporten worden verminderd en er wordt flink bezuinigd op het sociaal domein. De oppositiepartijen voelden zich totaal niet gehoord en volgens hen was alles al in beton gegoten. De uitslag was eigenlijk al van tevoren bekend. Ondanks alle amendementen, moties, noem maar op, alle bijdragers, het stond gewoon vastgetimmerd en we zaten eigenlijk voor pietsnat. De oppositie kiest ervoor om een deel van de septembercirculaire, het geld wat we van Den Haag krijgen, direct in te zetten om volgend jaar bijna gratis geld uit te delen. Wij hebben de keus gemaakt om te zeggen, we gaan het eens eventjes kalm aan doen. We gaan rustig aan doen en bouwen aan onze reserves. Bouwen op vet op de botten, zodat we niet volgend jaar hier weer staan met dezelfde opgave. Zij, de oppositie, hebben dat gebruikt als dekking. Ja, als die dekking dan wegvalt, is het niet mogelijk om heel veel amendementen te gaan steunen. Jeugdleden van voetbalvereniging DZC 68 en ouderen van het seniorenontmoetingspunt Doetinchem lieten voorafgaand aan de vergadering van zich horen. Burgemeester Mark Bouwmans kreeg van beide organisaties een petitie overhandigd omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen. Wij hebben een petitie aangeboden omdat wij een protestgebaar willen maken tegen het korten op de deelname subsidieregeling. Met die regeling kunnen jongeren, kinderen met een beperking, met een smalle beurs sporten. En wij vinden dat dit in stand gehouden moet worden. We zijn hier met heel veel senioren om dat te laten zien dat wij als seniorenpunt in het centrum van Doetinchem willen blijven. Ondanks 6 moties en 7 amendementen die door de oppositie werden ingediend, was er volgens de partijen geen enkele beweging vanuit de coalitie. We hebben toch nog ons uiterste best gedaan om voor onze inwoners het beste eruit te halen. Maar ja, het was eigenlijk trekken aan een dood paard. Want niks, hè? Nee, niks. We hebben vanavond alleen maar een start genomen met alles. Er zal nog heel veel besluitvorming door de raad moeten komen. Het gesprek met buiten, want dat vergeten we wel eens, het gesprek met buiten moet nog gevoerd worden. Over hoe gaan we ervoor zorgen dat bezuinigingen rustig landen? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt? Dat zijn gesprekken die nu plaats moeten vinden. En daar is vanavond pas inderdaad een start mee gemaakt.